Nou, ik heb mijn parcours gelopen en ik ga vandaag op Blondie een overspringwedstrijd doen. Nee, overspringen gewoon. Zaterdag vandaag, zaterdagavond, een test gaat oefenspringen doen. Dus ik loop met Elvis. Kijk, die plukt dan. Tadaan! Elvis pluk. Ze is nu parcours lopen met Steve. We hebben ons vergist in de tijd. Want ik dacht dat het tot om 7 uur parcours lopen was en daarna pas rijden. Dus ik zat op Verona en na 10 minuten kon ik er weer af. Ja, niet zo goed gepland. Maar goed, test nu parcours lopen. Zo meteen springen. En Verona staat in de molen. En dan morgen gaat springen met Kim. Ik hoop dat ik tijd heb om dan ook even hierheen te gaan kijken. Maar ik weet niet zeker, want ik ben 2 dagen weer op zoek geweest. Maar het is nu dus parcours lopen en daarna springen. En dan zijn we alweer klaar. Het is vandaag 60 centimeter. Ik ga nog even een beetje losspringen en dan ga ik samen met Iris naar de bak toe. Zo, ik heb net mijn parcours gehad en het ging echt super goed. Ik ben 2 keer foutloos geweest, dus geen barrage, omdat het natuurlijk oefenen is. En volgens mij hebben we 60 centimeter gesprongen. En ik vond dat voor mijn gevoel heel erg laag nu. Ik dacht 60 centimeter was nog wel best hoog, maar het was blijkbaar nog wel een beetje laag. Voor mijn gevoel. Dus wij hebben kabouterparcours gesprongen. En... Mijn eerste rondje zat ik zelf te twijfelen, had ik geen stop. Toen ging ze dus uiteindelijk er overheen. En Verona die krijgt zo meteen even lekker een paar extra peentjes. Een maandagochtend en zoals jullie weten heeft Verona wat last gehad toch weer van coliep. Niet heel bijzonder. En het was ook te verhelpen met Colosan en de therapiedeken van Bukas. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga even langs bij Hilde van EcoStyle. Want misschien heeft zij nog wel meer tips om dat te verhelpen. Zo, het is vandaag woensdag en het is nogal donker. Heel erg donker. En gisteren had ik lesjesdag voor een school. Dus toen zijn we niet naar de manege toe gegaan, want het was al laat. En nou, we zijn wel naar de manege toe geweest en even paarden in de molen gezet. Ik was een beetje moe. En vandaag gaan we naar de manege toe. We hebben moeders, je kan haar niet heel goed zien. En ik heb een springles. We zijn alleen een beetje laat. Over 10 minuten is al het parcours bouwen. Dus ik denk niet dat we dat gaan redden. Thank you.
Zo, het is inmiddels nog donkerder geworden. Het is 9:15 en we hebben springles gehad. En het ging echt heel erg goed. Mijn moeder is ook. We hebben daar ook stukjes van gefilmd. Het ging al beter dan de vorige keer, want de vorige keer ging ze vooral heel erg hard. En nu ging ze gelukkig wat zachter. En stond ze mijn hand meer toe. Ja, morgen is het donderdag en dan ga ik ook weer naar een lesjesmiddag, dus dan weet ik niet of ik dan ook ga rijden. En ja, tot morgen. Ik zal even bukken. Ja, nou, nog een meter laag hoor. Dat... Raak ik de lamp niet? Je raakt de lamp nog niet. Nog niet. Ik was niet door de deur, jongens. Even bukken, Sinterklaas. Oh, even bukken. Ja, even heel goed. En dan kan je de bak in gaan zien. Oh. Even op dag. Hallo, hallo, hallo. Hier staan. Rolspiet, kom. Die zit er niet mee, hè? Hallo. Kom. Ja, ja, jij bent een beetje eng. Ja, maar het was wel heel leuk, dankjewel. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Kom eens. Ik heb een beetje een Grommen, jongens. Te snuiven, Sinterklaas. Dat was geen grommen. Oh, sorry. Geef maar een pepernootje, Sinterklaas. Ik heb geen pepernoot. Oh, Piet, geef Sinterklaas even een pepernoot. Ga maar door, ja. Ik kom er even. Oh, iemand heeft het licht uitgedaan. Ik zie niks meer. Oh. Vrijdagochtend met Verona naar buiten. En het is heel erg mooi weer. Na alle regen van gisteren is dat ook wel echt heel erg fijn. Ik had toch moeite met de laan afkomen, maar op zich, een paar minuutjes, dus het viel op zich nog wel mee. Oh, nu besluit ze ook. Alles is spannend. Ga ik omdraaien. Ze loopt ook liever op asfalt dan op natuur. Dus dan moet het maar. Maar eigenlijk is het prachtig weer. En hebben we droog. Eigenlijk is het prachtig weer en heerlijk om van buiten te gaan in de herfst. Ik vind het sowieso fijner om buiten te rijden dan binnen. Beter voor paard, beter voor mens, beter voor je hoofd. Dus ik geniet ervan. Zo, we hebben echt heerlijk gereden. Nog genoten. Zonnetje schijnt. Alles een beetje nat. En jullie bemoeien. Ik ging net helemaal zo lopen. Testy heeft nieuwe springkappen. En Blondie die vindt het nog steeds. Nou, Tess heeft dus nieuwe springkappen. Volgens mij passen ze. En Blondie vindt het heel raar om iets aan de achterbenen te hebben. Waar ga je allemaal heen? Pourquoi? Ik ga daar losrijden. Hi. Hi. Ik heb vandaag mijn schooljas aan en mijn schoolspullen een beetje. Tada. En ik ben vandaag gelijk uit school hierheen gekomen naar de manege om in de springles toe te gaan. Om in de springles te gaan. Samen met Blondie. Oh! Oké, jongens, dit is te veel regen. Het is echt nat. Ja.
Hi, ik ben een beetje nat. Oh, oh. Zo, ik heb springles gehad en het ging best wel heel erg goed. Samen met Blondie kan ik niet heel goed zien.